Hartstikke bedankt. De supporters laten zich meteen bij het begin van de training op de velden van SV Westendorp zien. De eerste training van het seizoen onder leiding van Henk de Jong. En die steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Nou, ik vind de Graafschap hoort bovenin te spelen. En, daarbij bedoel ik ook de eerste vijf eerste divisieclubs. Jupiler League clubs moet ik zeggen. Maar clubs die mogen na competitie mogen spelen. En dat we in ieder geval de eerste ronde overslaan. De sfeer is ontspannen. Langs de lijn is men vooral opgelucht dat er rust lijkt te zijn bij de club. De selectie is zo goed als rond en dat betekent rust in de voorbereiding. Ja, ik vind het wel goed. Eindelijk keer de selectie al rond voordat het begint. Rust in de keer. En het is natuurlijk een goede trainer. Dat is natuurlijk buiten kijf. Volgens mij hebben ze een leuke selectie. En we hopen weer op een mooi seizoen. Dat we ook meedoen om de prijs. En sowieso na competitie. En misschien nog wat meer. Een van de mannen die het dit jaar moet doen in de spits van de Graafschap is Sjoerd Aars. Begonnen in 2003 bij de club, een jongen van de streek en nu weer terug op het oude nest. Nou ja, mijn ambitie is duidelijk en dat is met mijn één doel en dat is uiteindelijk promoveren. En we zullen proberen hopelijk zo lang mogelijk mee te doen om de bovenste plek. De jong zet een stevige training neer, maar aan het begin is dat anders. Hij geeft ruimte om de jongste supporters mee te laten trainen. Daar hou ik gewoon van. En dat is ook altijd wat ik zeg. En andere mensen die denken, ja, waar heeft hij het altijd over met supporters? Ja, ik vind de 12e man, klein of groot, maakt me niks uit. Dat vind ik misschien wel het allerbelangrijkste wat er is. Kortom, de Graafschap staat in de startblokken voor het nieuwe seizoen.